kijken! Anders kom ik naar je huis toe en dan lig ik onder je bed! Iedereen die deze video liked en abonneert, komt een beeld. Dus wil jij graag een beeld? Ik zou zeggen, like deze video en abonneer zeker op dit kanaal. En ben je langer geabonneerd, maar ben je nog nooit een beeld geweest? Laat in de comments achter dat je een beeld wil komen. Deze drie mensen staan in ieder geval nu in beeld. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe banger litte video. En ik heb meteen een like challenge voor je. Like deze video binnen 3 seconden. Tijd. Want anders is de grote kans dat Slenderman boven je bed gaat hangen en jou gaat grijpen en mee gaat nemen naar het bos. En dat wil je liever niet hebben, mensen. Dus 3, 2, 1. Heb jij deze video geliked in 3 seconden tijd? Gelukkig maar. Gefeliciteerd. Je bent veilig. En heb je niet geliked? Doe het even heel snel, want dan heb je nog geluk. 5000 likes. Oké, eerst 5000 views halen. Kunnen we voor de 2 likes gaan? Als we 2 likes kunnen halen, voel ik me echt een super grote PewDiePie. Dus mensen, 2 likes. Kom op. Oké, nee. 3000 likes. Kom op, ik wil toch stiekem 3000 likes. En abonneer zeker op dit kanaal met een notificatiebelletje aan. Vandaag hebben we maar eens contact opgenomen met Slenderman. Want Slenderman is natuurlijk heel eng, heel groot. En hij heeft een zak over zijn hoofd. Dus laten we even de gesprekken oplezen die ik dus heb gehad met Slenderman. Het begon namelijk zo. Slenderman begroette me met hallo, puntje, puntje, puntje. Een hele creepy zin al. En eigenlijk alleen aan die hallo al te lezen door die puntje erachter. Ja, best wel creepy eigenlijk. Waarop ik zo tegen Slenderman zei, hey Slenderman, vakka strijder. Ik zei het gewoon een beetje te leuk. Alsof ik gewoon, ja, alsof het een mattie van mij is. Maar hey, Slenderman en mattie van mij, I wish dat een mattie van mij was. Maar het is geen vriend van mij. Oké, laat maar zitten. Ik wist er helemaal niet van dat hij me straks gaat verdoemen. Maar goed, Slenderman zei zo tegen mij, doe niet leuk. We hadden een afspraak toch? En ik snap niet wat hij bedoelt. Waar heeft hij het over? Waarom heb ik een afspraak met Slenderman gepland staan? Snap jij het nog? Ik snap er niks van. Ik zei zo tegen Slenderman, waar heb jij het over? Want ja, afspraak, ik kan het me niet meer herinneren. Daar heb ik geen actieve herinneringen meer aan. Zoals Mark Rutte al zou zeggen. En toen zei Slenderman, dat weet je zelf heel goed. Je hebt de regel verbroken. Oh my god. Dus ik heb dus gewoon een regel verbroken volgens Slenderman. Hoezo heb ik nou weer een regel verbroken? Er zijn geen regels. Ik bedoel, staat er ergens in een wetboek dat ik naar Slenderman moet komen? Ik zei zo tegen Slenderman, wat zeg je allemaal? Je praat poep. Want hij praat ook wel echt poep. Waarop hij zo tegen mij zegt, als je zo gaat praten, is het de vraag of je nog wel kan slapen. Dreigementen. Ah, dus dat is een regel in een wetboek blijkbaar. Dus dreigement. En Annabelle ligt trouwens ook op mijn bed. Ja, ik heb mijn kamer al niet opgeruimd. Beetje rotzooi in mijn kamer. Maar ik heb gewoon geen plek in deze kamer. Gaat het niet om? Dus ik zei zo tegen Slenderman. Doe niets leuk, Slenderman. Want ja, ik vind dat Slenderman veel te stoer doet tegen mij. En ik vind het gewoon niet gemakkelijk. Ik voel me een beetje ongemakkelijk op dit moment. Waarom Slenderman zo tegen mij zei. Maar goed. Waarom kwam je niet opdagen? Dit zorgt ervoor dat u in de problemen zit, hè? Niet ik. Hoezo zit ik nou weer in de problemen? Is er ergens een wetboek waarbij staat dat ik moet opkomen dagen bij een afspraak van Slenderman? Nee. Het is niet dat ik de gevangenis in ga of zo. Dus ik zei zo tegen Slenderman, oké, ik word bang van u. Want ja, eerlijk, het is wel eng dat hij dat zo doet, hè? Waarop Slenderman zo tegen mij zei, hahaha, want ik ben ook heel eng. Slenderman, ik misschien zie jij het als een grapje zo dat je niet eng bent, maar kijk even hoe je eruit ziet. Je bent kapot eng. Ik zeg je heel eerlijk, je bent rotering eng, oké? Waarop ik Slenderman ook nog eens tegen mij zei, luister, ik heb een voorstel voor je. Waarop ik heel erg benieuwd ben wat het voorstel is. Dus ik zei zo tegen Slenderman, en wat is uw voorstel dan? Waarop Slenderman zo tegen mij zei, ik kan u nog tegemoet komen. Nee, Slenderman, zeg even wat je voorstel is. Je kunt me tegemoet komen, ik weet het. Maar je hebt een voorstel, zeg het me. Ik hoef niet 100.000 zin in voor te krijgen voordat ik een voorstel krijg. Dus ik zei gewoon, vertel maar gewoon. Waarop Slenderman zo tegen mij zei, je kan uzelf nog redden door naar het diepe bos te gaan in Diest. Wacht even, ik heb er wel actieve herinneringen aan Diest. Diest is nog de plek waar ik de Squid Game Doll had opgeroepen. Oftewel de pop van de Koreaanse serie. I knew where it is. En het is vlakbij mijn beste vriendin. Dus ja, ik weet niet wat Slenderman vlakbij mijn beste vriendin doet. Ik moet Kaylee een keertje erover spreken. Want ik denk dat Kaylee ook heel veel last heeft van Slenderman. Ik denk dat ze er elke dag last van heeft. Elke nacht. Zij kan er niet echt door slapen door Slenderman. En ik heb best wel zin. Ja, ik heb gewoon medelijden met Kaylee Moon Kitty. Maar goed, ik zei zo tegen Slenderman. Dat is goed, maar wat is jouw plan? Wat wil u dat ik doe dan? Ja, ik wil wel weten wat zijn plan is. Want ik snap er niet heel veel van. Toen zei Slenderman, dat is zorgen voor later. Oh, is dat zorgen voor later? Ik geef je 1 uur de tijd om te komen. Wow. Hij wil echt dat ik snel aanwezig ben of zo. Maar aanwezigheid moet 100% staan. Dus ik zou zo tegen Slenderman, oké, ik ga beginnen met rijden voor ik in de file sta. Want ja, er is best wel vaak file in Antwerpen. Antwerpen is echt gezeik, man. Ik moet altijd Antwerpen als ik er doorheen moet. En toen zei Slenderman zo tegen mij, strak plan. Mensen, weet je wat we gaan doen? Ik denk dat de hoogste tijd is om te gaan luisteren naar Slenderman. En ik denk dat we gewoon op af moeten. Dus mensen, ik zie jullie daar. En ik ga nu naar Slenderman toe. Let's go. Oké, dames en heren. Ik heb dus besloten om toch naar het bos te gaan. En het schijnt zo te zijn dat er gewoon 2 chaletten zijn. Of 1 in ieder geval. Maakt niet uit. Mensen, we gaan erop af. Want ik zweer het je, ik ben kapot zenuwachtig. Het is warm. En ja, het schijnt te zijn dat er een diep bos te zijn in België. En niet normaal bos. Echt een diep bos. Mensen, we gaan erop af. Let's go. Oké, guys, de navigatie heeft me hierheen gestuurd en dit is echt een kapot dom idee, want ik weet niet waar ik ben. En ten tweede, fuck! Dit is niet handig. Ik ben met mijn auto en dit is zo slecht voor mijn auto. Oh,
Nee, alles voor Slenderman, hè? Dom idee. Nou, ik had denk ik even toch ergens een parkeerplek moeten vinden. Maar het punt is, er zijn geen parkeerplekken. Dat is niet fijn. Nou, uiteindelijk toch een parkeerplek kunnen vinden. Wel zonder dat er nou echt gastjes op mijn auto zitten. En ik snap het, want ja, takjes. Weet je, die kunnen doen. Gaat echt veel geld kosten. Maar ja, het is even niet anders. We zijn er gekomen. En hiermee moeten we het mee doen. Ja, alles voor Slenderman, hè? Buiten dat er van die kleine beesten op mijn auto zitten. Dus, ja, we hebben ze overleefd. Kijk, het is wel echt zo'n klein beest op mijn auto. Niet zo heel gek, maar laat het maar doen. En uiteindelijk komen we toch meer in het bosgebied. En dat is heel fijn, want dan kunnen we eindelijk oog in oog staan met Slenderman. Maar er is meer in het bos. En daar willen we graag achter komen, mensen. Want er is een geheime plek in het bos en daar wil ik heel graag naartoe. Het waait een beetje, dus ik hou het er weer op met lullen. Dus let's go. Oké, guys, we komen dus daar vandaan en we gaan dus nu die kant op. Let's go. Oké, lieve mensen, naarmate ik dieper in het bos ga, begin ik wel steeds meer groot druk achter om mijn borst te voelen. En ik stot echt een beetje gewoon, omdat ik echt gespannen ben. En ik ben verkouden, maar heeft er niks mee te maken. Dus laten we echt hopen dat Slenderman echt is. En niet dat ik geflashed ben. Ja, oké, en ik had wel leuk flashen zijn, want dan weet ik zeker dat ik nog te leven heb in ieder geval. En de zon ligt, jongen, lelijk licht. Ik weet het. Maar we doen het ermee. En maar weer terug, want doodlopend. Oké, guys, als het goed is kan ik nu wel een pad volgen. En weet je, laat het gewoon doen. Let's go. Er valt me wel één ding op. Naarmate ik dieper het bos in ga, wordt het wel steeds donkerder en donkerder. Ja, de zon is ineens weg. Toevallig, hè? Ik ga het pad in en de zon is weg. Terwijl de zon er net gewoon constant liep te draaien. Maar dat maakt niet uit. Laten we de spanning gaan opzoeken. Let's go. Oké, dit is wel heel rot. Want het is allemaal brandnetels. Hoe gaan we hier doorheen komen? Oké, guys, het is gewoon gelukt. Weet je, het is mijn kleding is bedekkend genoeg. Al voel ik het wel een klein beetje, maar maakt niet uit. Oké, guys, we zien hier dus een soort poortachtig iets. En iets ben een beetje bang. Ik heb iets in mijn hoofd dat een val kan zijn. Dit. Het zal toch super nice zijn als ik nu in de val geloop ben. Maar zullen we een risico nemen? Ik hoop het maar. Ik ga live. Oké, guys, het is me toch gelukt om eroverheen te komen. Ik zweer het je. Het wordt echt gewoon kapot eng. Ik zweer het, man. Maar goed, ik ben dus nu bereid om verder te lopen. En ik weet niet waar ik in het bos ben, maar het schijnt heel diep in het bos te zijn. En er moet namelijk iets mysterieus hier bevinden. Mensen, wat denken jullie wat voor mysterieus het kan zijn, zeg maar? Oké, guys, we komen steeds dichterbij. En ik heb gewoon steeds meer het gevoel dat ik echt aanwezigheid van Slenderman voel. En heb je dat ook een beetje? Na deze video te bekijken, ik heb dat 100%. En, oh my god, kijk eens wie mijn belt. Het is niemand meer dan voor Slenderman. Damn it, guys. Meent je? Weet je wat we gaan doen? We gaan Slenderman opnemen en eens even kijken wat hij te zeggen heeft. Yo, Slenderman. Hallo? 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 Waarom hoor ik mezelf? Mezelf. Wacht, ik denk dat Slenderman in de buurt is. Hallo Slenderman? Tilly! Hij fluistert gewoon. Hallo. Waar ben je dan? Dat doet er niet toe. Je moet 8 pagina's vinden. Doen. Ik moet dus 8 pagina's vinden? Zeg dat nu pas? Ja, zoek ze. Anders heb je een probleem. Oké, het is een beetje eng. Het is raar, maar... Laten we maar op zoek gaan naar 8 pagina's dan maar, hè? En oh my god, guys, hebben we gewoon de eerste pagina al gevonden? Damn it. Het lijkt echt alsof het door een klein kind is geschreven, man. Ik zweer het je, we moeten zorgen dat Slenderman niet in de buurt komt. Iedereen die vroeger Slenderman heeft gespeeld, jullie weten allemaal waar ik het over heb met die 8 pagina's. En het is best wel creepy. Maar mensen, desalniettemin, we gaan gewoon blijven zoeken en zoeken tot we al die pagina's hebben. Maar één ding, het is niet echt bepaald fijn of zo. Maar weet je, we moeten het maar voor lief nemen. Ik kan het niet anders bedenken. Oh my god, guys, volgens mij zie ik daar iets in de verte. Is dat Slenderman? Damn it, bro. Slenderman is er gewoon en ik zie daar iets, maar ik weet niet wat. Feitelijk Slenderman ons hier vind ik wel heel erg onprettig, maar weet je, we blijven gewoon zoeken en zoeken en zoeken tot we weer meer pagina's vinden. Oh my god, mijn hart. Ik zweer het je, het is nog net dat ik een hartaanval krijg, hè? Maar dat is toch logisch, dit is gewoon kapot eng. We zijn echt gewoon een hele excursie erin gegaan. We hebben alles gevonden, we hebben alles gedaan wat we moesten doen. Niet zo heel gek dat ik dan best wel bang ben op dit moment. Maar goed. Oh my god, guys, nu zie ik Slenderman weer, hij is aan de overkant van het water. Wat doet hij daar altijd? Ik snap het niet. Het teleporteert ook, lijkt het wel, bro. Nou, ik kan het gewoon niet bedenken, mensen. Het is gewoon heel erg creepy en ik kom ergens uit. Oh my god. Ik ben dus ergens bij een of ander houten huis. En mensen, wil je weten wat er nou in het huis is, hoe het huis eruit ziet? Like dat deze video, want morgen om 12:15 middags komt deel 2 online. Liken voor deel 2 en abonneren.